is altijd... Je ziet iets op papier en een soort van computeranimatie. Hoe dan de bühneopstelling is en hoe die schermen zijn. Zo. Maar als je het in echt ziet, is het toch wel even een andere koek. Ja, ik vind het heel mooi. When it strikes you right, you're gonna find that it sparks your soul. Oh, oh, when I'm looking at you. Every picture that I drew, I saw you. From a new face. En daarna gaan we heartbeaten. We hebben dus een clubtour gedaan inderdaad, wat ontzettend leuk was. Ook veel te kort, het vloog voorbij. I could be your heartbeat running through your veins. When all the world goes silent, I will say your name. And when the light is hiding and you're running out of remedies. When your fire is dying, I'll be what you need. I could be your heartbeat. Ja, het is gewoon... anders natuurlijk in de Ziggo Dome, omdat het groter is vanzelfsprekend. We kunnen natuurlijk daar echt helemaal uitpakken met een mooie lichtshow bijvoorbeeld. Allemaal dingen die je in de club gewoon ook door de ruimte helemaal niet kwijt kan. Voor mijzelf is dat een uitdaging. Het is als een topsporter denk ik eens in de zoveel jaren weer eens mee mag doen met de Olympische Spelen of zo. Weet je wel, dit is een soort van oké, hier moeten we echt de beste versie van onszelf laten zien. Je bent natuurlijk altijd... Doe het altijd je best, maar het vergt weer andere dingen van iemand om in zo'n grote zaal te spelen en om ook toch dat intiem te laten voelen. Eigenlijk het traject om je voor te bereiden op zo'n groot concert begint toch wel bij de muziek uiteraard, een setlijst. Doordat ik vaker wel grote shows heb gedaan, weet je eigenlijk al wel als je de setlijst maakt van dit werkt goed, dat werkt goed. En die ga je dan in principe in eerste instantie gewoon in een hok bij elkaar oefenen, zodat de akkoorden goed zitten, de tekst goed zit, de koortjes goed klinken. It's so perfectly imperfect, but the back and forth is worth it when you fall, when you fall. It's all so simple. En dan maken we de transitie eigenlijk naar een grote repetitieruimte, omdat we dan ook met meer techniek kunnen repeteren. Degene die bijvoorbeeld de feed op de schermen doet, dus de beelden op de schermen, daar zijn natuurlijk allemaal camera's voor en die moet natuurlijk wel zien wat er gebeurt. En dat kun je hier toch wat beter als in dat kleinere hok, waar je toch een beetje hutje-mutje op elkaar staat. Ik heb in het verleden, toen ik in de Gelredome stond, hadden we catwalks die allemaal vormen hadden. En in Ahoy heb ik een keer gestaan en was de catwalk echt helemaal door de zaal heen, door het midden. Ik had nu zoiets, ik wil echt voelen dat we een bandje zijn. Dus vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om eigenlijk gewoon in een soort meer traditionele bandopstelling te staan. En dan hebben we een B-stage, zoals we dat noemen. Dat is midden in de zaal. Bij The Great Escape, aan het eind, ga ik van de hoofdbühne, loop ik hierheen, al zingend. Kijk of ik aankom, hier. En dan zing ik hier het laatste refrein. En dat is eigenlijk het begin van een akoestisch blokje, hier op de B-stage. Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and worn. It's been kicked 100,000 times. Keeping all the memories behind. Ik heb 3 fantastische talenten te gast in de Ziggo Dome. Allemaal een beetje in de country en rootsy hoek. It's hidden in the windows of the walls. Right behind the eyes that saw it all.